Nou, misschien even beginnen, Patrick, want we hebben het over DevSecOps of DevOps. Maar misschien is het wel goed om heel even de context te schetsen van ja, wat is dat eigenlijk, dat DevOps? DevSecOps of DevOps? Ik denk dat we moeten beginnen bij DevOps, hè? Want de basis is DevOps, denk ik, het begrip waar het op gebaseerd is, natuurlijk DevSecOps. En ja, DevOps, het is een best wel een breed begrip. En het gaat eigenlijk over van hoe kan je ervoor zorgen dat jij jouw organisatie en jouw applicatie zo snel mogelijk in productie kan krijgen. En dat is iets waar we natuurlijk al jaren een beetje mee struggelen. Heel veel organisaties die komen een beetje uit de sfeer dat ze veel meer wat oudere principes hebben en release cycles hebben van misschien wel paar weken of een paar maanden. En je merkt gewoon in de loop der jaren dat iedereen eigenlijk daar wel een beetje van af wil, hè, want de markt verandert gewoon heel snel. Er zijn gewoon heel veel verschillen waar je misschien wel op in wil springen. Veranderingen in de maatschappij waar je op in wil springen. En dan is het goed als je heel snel software kan releasen. En daar hebben we het denk ik al veel vaker over gehad. Hè? Ook met andere concepten als agile en dat soort processen die helpen daar ook heel erg bij. Maar DevOps is eigenlijk meer naar je toe trekken voor jouw eigen team om zelf de beslissing te kunnen nemen om dingen in productie te kunnen zetten. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje de basis is. En we hadden het er vandaag toevallig even over. Wat wel grappig is dat je in de markt soms af en toe van die ideeën hebt dat bepaalde organisaties denken misschien wel DevOps te doen, maar het misschien niet helemaal doen. Hè. Dan kom je in het scenario van wij doen DevOps, want wij gebruiken Azure DevOps. Ja. Wat een product is waarmee je wel DevOps zou kunnen doen, maar wat niet wil zeggen dat je ook daadwerkelijk DevOps doet. En zo ken jij waarschijnlijk ook wel van dat soort scenario's. Van, zo organisaties die zeggen van wij doen DevOps, want daar zit ons DevOps team. En als je dan kijkt, hè, dan hebben we bij wijze van spreken, we hebben drie software development teams en we hebben een DevOps team. En er kunnen redenen zijn dat je een ondersteunend team hebt, maar het is over het algemeen wel een teken aan de wand dat er misschien iets minder DevOps wordt gewerkt dan, dan mogelijk is in ieder geval. Nou, dat denk ik ook. Want ik denk dat je de crux van DevOps is denk ik het naar je toetrekken van de verantwoordelijkheid, wat ik zei. En ik denk als het betekent dat jij wel een DevOps, of tenminste dat jij nog steeds naar een ander team moet om jouw applicatie in productie te zetten, dat je eigenlijk geen DevOps doet. Ik denk dat dat een van de belangrijkste takeaways is van DevOps in zijn algemeenheid. Hè. Gewoon het versnellen van jouw proces. Hoe krijg ik zo snel mogelijk mijn workloads eigenlijk in productie?